Hallo mensen, welkom bij dit filmpje. We doen Kid PvP en ik ben hier met mijn beste vriend Frank. Frank. Oké. Hallo. Dus wat gaan we doen, Frank? Kid PvP. En jij hebt de kit. Laat jij even de kit zien. Ik heb een diamond sword erbij. Ik heb niet gedoneerd. Maar anders kunnen we niet echt goed spelen. Ik kijk even of ik. Nee, dat vind ik fijn. Als een baas. Oké, gaan we beginnen? Ik vind het prima. Dus we springen naar beneden. 1, 3, 2, Ik ben al gegaan. Als een baas. Diamond Sword Sharpness 3 volgens mij. Heb ik gepakt. Uit mijn ender chest. Oh shit. Ik word achtervolgd waarschijnlijk door een. Nee, laat maar. Kom, we gaan naar we gaan naar onze pro-plek. Ja, we hebben twee pro-pleks. Eentje in de sneeuw. Ja, eentje in de sneeuw en een grot. Oh god. Zullen we hem pakken? Nee, want die gozer heeft diamond. Party! Oeh, er heeft een meisje met diamond gear een paar hartjes. Ik heb een diamond sword, hè? Oh, killer. Ja, ik doe mijn best. Oh, die kunnen we makkelijk aan, joh. 12 hartjes met z'n tweeën. Oh! Pro-boog. Ze kan alleen niet zo goed boog schieten, gelukkig. En ook niet zo goed springen. Oh, nice. Heb je er? Oh, rennen, terug. Waarom? Nou, golden apple. Ja, ik ben dood. Serieus? Tuu! We waren echt net iets te laat. Ik vind golden apple echt zo irritant, want dan krijg je zo snel, super snel krijg je dan weer full hartjes. Ja, ze heeft ook een schild met één hartje. Ja, dan heb je ook twee hartjes erbij, absorption of zo. En we zijn in deze server er ook achter gekomen dat meisjes het heel goed zijn in PvP of zo, dat soort dingen. Want hier lopen echt 9 van de 10 keer als er een meisje ergens loopt, dan hebben ze full diamond gear. Of het is de vriendin van iemand. Of, oh nee, oh ja. Oh. Ren, ik kan er neersnipen. Of hem. Nee, ik pak hem. Ik doe even de chat uit, misschien is dat hidden. Ja, en omdat het een dome is of zoiets, of omdat ik een beetje server lag heb, kan ik niet alles tegelijk laten, zeg maar. Heb jij dat ook? Wat? Nou, bij mij laat niet alles tegelijk. Bij mij, oh god. Chunks. Ja, bij mij laat alles in chunks. Ben je in de nether? Nee, ik ben in de, ja, nu wel. Ik loop jungle in nether. Nu loop ik weer de jungle in. Ik loop achter iemand aan. Heeft hij diamond gear of zo dan? Ja. Oké. Okay. Hij heeft nog leather armor. Maar hij heeft nu een diamond sword in zijn hand, dus ik moet uitkijken. Ja, heb jij je pro zwaard genomen of niet je pro zwaard? Nee, die heb ik niet genomen, maar ik kan hem sowieso ponen, want ik ben veel sneller dan hem. Oh shit. Zeg. Ja, hij is dood. Oké, nice. Ik kom naar je toe. Ik weet niet waar je bent. Ik ben in de jungle. Nog steeds? Ja. Oh, ik zie jou niet. Flame 1, Power 1 en Sharpness 1. Nice. Mag ik die? Welke? Een van je twee. Waar ben je? Ik zie je niet. Ik sta in het midden. Voor mij mag je het zwaard. Ik kan jou echt niet vinden. Ik sta nu bij de grote waterval. Als ik jouw zwaard mag, dan... Nee, daar ben ik. Ik ben letterlijk... Oh, Diamond doet. Oh ja, ik zag hem. Ik ren. Ik zie het. Oh, jij hebt een chestplate ook. Ja, waar ben je? Ik ren nu achter je aan. Ren eerst maar even weg. Ja, kom. Ik ga via daar. Mis je dat als je controle doet, dat je dan niet elke keer dubbel W moet doen? Nee, dat heb ik veranderd naar shift. Wat heb je er? Oh. Slim. Pakken we hem? Ja, hij heeft 10 levens. Ik kan hem neersnipen. Hij staat stil. What the heck? Hij dacht, ja, dan nu heeft het ook geen zin meer en hij stopte. Achter je ligt Timesword. Right. Sharpness 1, nou, dat doet het er maar mee. Ah, het is nog redelijk goed. Ik heb het is eigenlijk best power, goed. Ik heb Flame in Power 1, volgens mij. Dit doet 8 damage, geloof ik. Ja, hoeveel damage doet je zwaard, zo, überhaupt? 6, 5. Plus 2 erbij. Is 7 damage. Sharpness plus 2? Ja, volgens mij wel.
Of nee, plus 1, dan krijg je 6 damage. Ja, dan heb ik nu 7. Volgens mij is een damage sword. En als je nou critical hit doet, dan krijg je 7. Nee, volgens mij krijg ik nu 8. Is het? Maar dat weet ik niet zeker. Zul je het weten? Oh ja, vertel jij maar even tegen de kijkers wat jij hebt gedaan voor iets leuks. Timer doet! Holy shit, ik wil die gekrapte diamonds, diamondoes. Ik volg iemand die heeft diamonds. Ja, over 5 minuutjes. Ik volg iemand die heeft diamonds, dude. Erg veel. Kom maar aan. Ja, ik heb het geraakt. Yes, ik heb het. Nee, ik heb het niet. Ik heb het nog steeds niet. Red me. Yes, ik heb het. Ja. Het is een diamond sword met niks, maar het is iets. Nou, dan kan ik jou even gelijk killen. Dankjewel. Oh, dit is zo frustrerend. Rennen. Ik volg iemand die helemaal niks heeft. Oh, ik heb ze. Deze gozer die heb ik net gekild. Oh, ik heb hem. Shit. Ik had hem. Ik ga naar de watergrot, weet je wel? Ja. Maar hoe bedoel je wat ik leuks heb gedaan? Oh, nou, met mijn. Ja. Ja, ik doe de deur zo wel weer dicht. Mijn moeder kwam binnen. Mijn moeder was even boodschappen doen. Kijk. Ik ben in de grot. Ben jij daar ook? Jij bent boven mij. Die is dood. Moet ik je helpen? Oh nee. Natuurlijk moet ik hem niet helpen. Lol. Ik dump even wat spul. Ik doe even de deur dicht. Hou hem in dekking. Ja. Waarom zou ik dat niet doen? Ja. Eigenlijk moet je altijd een stone sword houden. Dat is misschien wel slim. En mag ik die diamond sword trouwens? Deze? Ja, die ja. Heb je geen diamond sword? Nee, ik had jou een diamond sword gegeven. Toch? Oh. We kunnen er niet uit. Pak jij het spul? Nee, ik doe het wel. Heb ik helemaal voor niks alles weggegooid. Oh, dan krijg ik het allemaal weer terug natuurlijk. Wat zullen we gaan doen? We kunnen zoveel mogelijk mensen flanken om, als we via de jungle gaan. Oh, oké. Okay. Ik ben iemand aan het volgen met niks. Dus daar ga ik niet meer achteraan. Ja, ik volg jou dus. Nou, jou ga ik wel even killen. Kom, is die net beneden? Ja, joh, die is nu echt aan het reetje, denk ik hoor. Ik ben een soldaat aan het killen. Die is voor mij. En die is ook voor mij. Achter je. Ik denk dat je even weg moet rennen. Nooit. Oké. Okay. Nee, ren maar weg. Ik word ook gekild, dus ik ren ook weg. Nu ren ik weg. Omdat balls of steel. Oh shit. Snap. Jongen, ik draaide hem om iemand te schieten. En toen ineens zag ik die lelijke kop van die kutskin die heeft. En toen schudde ik helemaal mijn muis, weet je wel. En toen raakte ik hem. Ik moet echt rennen. Ik heb 3,5 en ik wil dit zwaard niet kwijt. Want ik vind hem best wel pro. Ja, ik wil dit boog niet kwijt. Ik ben in de nether. Kun jij hem even... Ik kan sneaky naar je toe komen. Ik ben naar snel gerend, dus... Dan ren ik wel richting jou, want ik denk dat hij nog steeds op mijn tail zit. Ik wacht wel even tot ik al mijn ratjes heb geregend, dan kan ik hem ownen. Dit is trouwens een hele goede tip. Je moet wel op je hungerbar letten. Oké, jij zit nog steeds achter me. Einde, we moeten afsluiten. Dat was een timer. Best wel baas, of niet? En bedankt voor het kijken naar dit vette filmpje. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar wij vinden het wel altijd leuk om het gewoon met elkaar te spelen op een avond. En ik word... Stone zwaard, die moet trouwens 1,5 damage. Tenminste, hij... Nou, ik heb hem gekild. Mag ik afsluiten? Ja, mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We gaan dit wel vaker opnemen, omdat we het zo leuk vinden. Dus, doeg! Yo! Da! Oh. Is dat?